hij dan? Oh, ja, erg hè. Kan je nagaan als je dat al voelt hoe erg deze club het hier voelt. En hoe erg het achter de scherm is. Voordat ik een paar woordjes, en ik hou het kort, wil tot u wil spreken, maar met name tot de club hier achter mij, zou ik ontzettend graag willen dat alle mensen van achter de schermen nou eens op het toneel zouden willen komen. Zitten van licht en geluid die eigenlijk ook in die spotlights horen. En het geweldige orkest die luistert en kijkt op mee, die zien wij wel leuk. Oktober 2010 was de première van Petticoat in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, waar we vorige week wegens groot succes nog een week zijn teruggeweest. En vandaag hebben we dan formeel de 261ste voorstelling, en dat is de allerlaatste Petticoat voorstelling die er is gespeeld. Los natuurlijk van de try-outs die ervoor waren, maar we beginnen altijd keurig bij de première met nummer 1 te tellen. Maar voordat we de première weer spelen, natuurlijk al een aantal weken, in dit geval in Horen. Ik kan me nog ontzettend goed herinneren de allereerste keer dat we interne lezing hadden met een klein clubje. Met André Breedland die het script heeft geschreven. Met Maurice Wijnen die daaraan meegewerkt heeft als co-scriptman. Paul Enens die het is gaan regisseren. Joop van den Ende die bij elke leessessie aanwezig is geweest. Al zijn ervaring. En Lisa die in dat verhaal wilde stoppen erin heeft gestopt. En toen hebben we een keer in het M-lab met z'n allen een lezing gedaan voor de allereerste keer. Dat lijkt wel jaren geleden. En dat valt eigenlijk best wel mee. En toen gingen we in première en toen kregen we bijna alleen maar 5-sterren recensies. Voor wat we met z'n allen hadden gemaakt en bedacht en gecreëerd in een prachtige vak. Waarbij zelfs de NRC schreef dat we een stukje musicalgeschiedenis hadden geschreven. En dat hebben we denk ik met Petticoat absoluut gedaan. Het is namelijk een voorstelling, dames en heren, die niet bestond. De personages die u vanavond vanmiddag heeft gezien en die we bijna een jaar lang in Nederland tentoon hebben gespreid, bestonden niet, maar zijn vlees en bloed geworden dankzij een ieder van jullie. Of je nou voor of achter de schermen werkt, of je nou een grote of een kleine rol had, Petticoat en al zijn personages gaan nooit meer weg. Want jullie hebben ze echt gemaakt en mensen van vlees en bloed gemaakt. En dat is het bijzondere wat theater kan doen. Een verhaal wat een stuk van Nederlandse geschiedenis vertelt. En we hebben dat een aantal jaren geleden met Jorgen in het Theater met Francisca gedaan. Nu met Petticoat, daar zijn we een aantal nieuwe producten bezig die eraan zitten te komen, producties. Maar Petticoat heeft toch een heel bijzonder plekje in ons hart. Nogmaals, omdat het er niet was. We wisten niet hoe het moest eindigen, we wisten niet hoe het met alle personages moest eindigen. Maar uiteindelijk is het dit dan geworden. Met een fantastische ploeg van mensen die avond aan avond met onvoorstelbare liefde voor deze voorstelling, maar ook met groot respect voor elkaar, elke keer weer Petticoat hebben gespeeld zoals het gespeeld moet worden. En dat verdient een oorverdoverend applaus. Dat geeft, dat doe ik ook. Een aantal gekken. Die krijg ik al door van de productie. Ik heb echt niet zelfs een turf, dus ik moet vertrouwen op degene die me ze gegeven heeft. In de hoop dat het allemaal een beetje klopt. Er zijn meer dan 1000 koekjes verorberd in 261 voorstelling. Dat u dat even weet. En meer dan 50 pakken ijsthee gelurkt. Dus nee, het was geen sherry. We zouden niet durven. We zijn aan het werk. Het was ijsthee. De gek die dat heeft zitten turven, ik heb geen idee. Maar we hebben 12.000... 6 keer het woord bla uitgesproken. En die persoon die krijgt die fles sherry, volgens mij, die heeft de deur voor na afloop van ons. 1 persoon heeft alle voorstellingen gespeeld. En dat was Ron.
zeg je dat dan top. En dan gaan we een beetje afscheid nemen, wat er nou bij hoort. Er is één iemand, Peter Stoelhorst. Waar ben je, Peter? Kom eens naar voren. Volgens mij, Peter, ga jij na al die jaren wat je al nooit hebt gegeven, want zo op het toneel wordt dan achter het toneel werk. Klopt, hè? Dus dit was jouw allerlaatste voorstelling op het toneel. En dan wil ik niet opbeleefd zijn, maar dan ga ik me toch even omdraaien richting mijn clubpie. Vandaag is exact mijn allerlaatste dag als algemeen directeur van de Hofstede Theaterproducties. Morgen begin ik met een nieuwe baan waarin ik prachtige nieuwe producties mag gaan maken in Nederland, maar ook in alle andere landen die wij hebben met Stage Entertainment. Dus of dat nou Madrid is, of Rusland, of Nederland, of gewoon straks Miss Saigon, of Wicked in Nederland, of Next Rome. Daar ben ik er ook bij, maar ook in al die andere landen. En Roel Venter, daar ben ik ontzettend blij mee, is de nieuwe directeur bij Morgen. Die zit morgenochtend om 9:30 keurig aan een kop koffie hier met mij. Maar ik laat de laatste kans ook niet voorbij gaan om een aantal mensen hier specifiek te bedanken en in de hoop dat ik jullie gaan tegenkomen waarnemen. Ik ga gewoon willekeurig echt beginnen. Rome, het was je eerste echte grote musicalavontuur in dit formaat. En je hebt ons alles behalve teleurgesteld. Je hebt niet alleen alle voorstellingen gespeeld, maar je hebt ook fantastisch dat musicalvak je eigen gemaakt. En wij hopen je echt nog heel vaak in musical tegen te komen. Heel vaak zelfs. Ik heb een aantal producties al met je mogen werken en jouw bevlogenheid en passie voor acteren, dat zit overal aan het grote lijf van jou en dat gaat ook nooit meer weg volgens mij. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor en ik ben ervan overtuigd dat na Siska en na Petticoat onze wegen elkaar weer gaan kruisen. Wij laten jou niet zomaar uit het oog gaan. Dankjewel. Okay. Kees van oorsprong uit de acteurs-theaterwereld, Hayo, die voor zichzelf heeft besloten om om en om te doen. Helaas voor ons in de musicalwereld. Het ene jaar in de toneel, klassieke toneelwereld en het andere jaar gelukkig bij ons in de musicalwereld. Ik weet gelukkig al dat we hier weer gaan tegenkomen en we gaan niemand voorlopig vertellen waar dat is. Dat houden we nog even tussen ons. Pas goed op jezelf, pas goed op wat er thuis zit en zorg ontzettend goed voor met name je zieltje. Want, je weet het, hè? Oké. Jij was debutant in musicalland en volgens mij ben jij een soort Jaap in Bosbessenland geweest het afgelopen jaar. Dat gevoel heb ik gekregen. Je hebt er zo intens van genoten, maar je hebt ook zo ontzettend veel teruggegeven van het talent wat je hebt en van het genot wat je hebt en altijd positief zijn in datgene wat je doet. Je bent een ontzettende troeper en los van het feit dat je een waanzinnig talent hebt, is dat in ons vak een waanzinnig, waanzinnig positief eigenschap. En wil ik je intens voor bedanken. Dank je wel. Joven en de theaterproducties verlaten. Na waanzinnig veel mooie producties samen gedaan te hebben, we hebben gelachen, we hebben gehuild, we hebben gescholden en we hebben een wijntje gedronken en we hebben waanzinnige perioden samen meegemaakt. Een uitstapje, omdat je heel graag artistiek iets anders wilde gaan doen, wat ik totaal begrijp. Je weet dat als ik dat niet vind, dan zou ik het eerlijk zeggen, dit begrijp ik vocaal, maar het is wel een uitstapje. Dat hebben we elkaar beloofd, toch? Dankjewel, schat. Ik kom je tegen. Freek, je bent een van de mensen in mijn hele bijzondere mandje van hele luxe, hele unieke musical paasrijden. En daar ben ik heel erg blij mee. Waarom? Omdat je een van de grootste jonge talenten van dit vak bent. Met name omdat je intens van dit vak houdt. Omdat je alles wat je doet ontzettend met overgave doet. Omdat je niet alleen een beetje goed bent, maar rete goed bent. En ik hoop dat het heel goed is. En dan zie je naast Simone ook zo'n carrière, net als Chantal. Lieve Chantal, het is voor je bedacht.
Het is voor je geschreven, het is voor je gecreëerd. En dat hebben we met z'n allen, met alle liefde gedaan. Want je bent niet alleen een bijzondere actrice en een bijzondere zangeres en danseres. Je bent intens gelukkig in het theater. En dat is alles wat het je maar kan brengen en wat wij in je herkennen als theaterproducenten zijn. Daarnaast is er een vriendschap ontstaan tussen ons die gelukkig het werk nog de vriendschap nooit in de weg heeft gezeten. Dat zal in de toekomst iets makkelijker zijn. Dat is een groot voordeel in deze. Maar ik wil je bedanken voor het feit dat je het vak serieus neemt. Voordat je nog steeds eigenlijk het meeste van alles wat je doet, of je het nou televisie of film doet, het meeste van theater houdt. We hopen ook natuurlijk dat dat zo blijft natuurlijk, dat je het meeste van theater blijft houden. En Petticoat is van jou, was van jou en zal altijd van jou blijven. Chantal. Ging het helemaal mis en dan lukt het helemaal niet meer hier van binnen om te zingen. En ik wil zeggen, het is van buiten, vanuit buiten is het altijd gebracht als mijn musical, maar dat heeft echt door jullie, is het ook nooit ook maar één milliseconde geweest. Het is echt van ons en ik heb me nooit alleen gevoeld. Het was echt, ik kon het doen omdat jullie het ook deden en daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Of naar Annemarie, zoals bij André van Duin, of Rosalie in Droomvlucht, of vele van jullie in andere producties, bij Mistrek of waar dan ook. Wat ik het allermooiste vind aan ons vak is, dat deze familie, is vandaag nog een familie tot morgenavondfeestje geloof ik, heel laat. En dan is de familie uit elkaar. En dan komt uiteindelijk weer een nieuwe familie bij elkaar. Dat is het allermooiste in ons vak wat er is. Maar deze ervaring, deze groep, neem je voor waar je op komt, bij welke productie je ook staat. Altijd mee. Hij zal altijd in je hart zitten en jullie zitten in dat van mij. Bij deze. Dank je wel. Tot ziens.